Een heugelijk moment. Hoe was dat voor jou om dit bericht te ontvangen? Ja, heel mooi. Hè? Vanochtend was er een congres waar minister De Jonge kenbaar maakte welke aanvragen. Er zijn in totaal 47 aanvragen voor het programma Proeftuin Aardgasvrije Wijken ingediend. En 14 slechts gehonoreerd. En wij zijn een van die 14 en we komen er echt goed uit. Als je kijkt naar de beoordelingen die het ministerie en ook een bepaalde adviescommissie heeft gemaakt. Nou ja, dan kunnen we daar echt wel met elkaar oprecht trots op zijn. Hoe gaat dat in de praktijk dan worden? Is dat al bekend? Dat houdt in dat er een soort bronnet komt. En dat klinkt misschien ingewikkeld, maar het mooie van een bronnet, en dat is echt wezenlijk anders dan een warmtenet. Want daar zijn veel mensen ook wel een beetje, nou ja, die zien ook daar kanttekeningen en narigheid omheen. Elders in het land. Maar dit is echt een bronnet. Dat houdt in een zeer laag temperatuur net dat gevoed wordt door de warmte uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie. En mensen kunnen erop aansluiten op het moment dat zij daar aan toe zijn. Ik lees, dit is een proeftuin. Wat houdt dat in? Ja, is het een uitprobeersel? Je moet eigenlijk zien, het is een benaming die ook het ministerie daarvoor heeft gekozen om te kunnen leren. En vaak kun je leren in een wat veilige setting als het ware. En ze noemen dat in dit geval een proeftuin.